ben Jan de Kraker. Ik ben Adriana de Kraker. En ik ben hier ook geboren op de Julianenhoeve. En ik woon er nog steeds. En mijn opa, die was ook Jan de Kraker. En die was toen in de tijd hier, had het de koningin op het bedrijf kwam. Op de Julianenhoeve. Ja, die naam is naar aanleiding dat de koninklijke familie toen hier op bezoek geweest is. En dan heeft mijn opa daar toestemming voor gehad. En vanaf dien is het de Julianenhoeve. De koningin die is hier zo gekomen, dat is gekomen door de annexatie. Dat was in de oorlog van 1418. En nadien, dan wouden de Belgen, die wouden niet zozeer slaan en die wouden de grens verleggen. Tot aan de Westerschelde daar, aan de dijk daar. Dus de Belgen, die wouden dat bij België. Dit is België, dus ze slaan, dat paste natuurlijk goed bij België. En dan was mijn opa, die was daar fel tegen. En verschillende vanuit Axel. En ze dan samen met mijn opa naar de nacht geweest en naar de koningin geweest en daar wisten over praten, dat dat toch niet kon, dat ze Vlaanderen bij Holland mag blijven. Ja. Om demonstreren om Vlaanderen bij Nederland te behouden en niet bij België. Het Vlaamse volkslied, dat mocht toen gezongen worden. De koningin, die had op een gegeven moment toch in de gaten, had dat menens weer, had de Belgen Vlaanderen wouden hebben. En dan uit de koningin die is naar hier toe geweest en dan is het toch niet doorgegaan en dan is Vlaanderen bij Nederland gebleven. En naar aanleiding daarvan is dan later de koningin, dan is ze gezegd, ik wil dan toch wel eens op het bedrijf van de heer de Kraker in Zaamslag. Omdat hij daar zoveel voor gedaan had om hier dat bij Holland te laten. Maar 1921 is ze op het bedrijf geweest. En dit is koningin Wilhelmina. Mijn opa die was daar wel blij mee, ja. Ja. Dit is mijn opa op zijn achters gekleed. En dit is prinses Juliana. Nou ja, prinses Juliana die was toen nog maar 12 jaar. Dat was voor Juliana was het ook heel spannend. Inderdaad waar. Ja. Ze hebben ook binnen geweest, ze hebben ook nog de thee gedronken. Dus ze hadden het hier wel nog in zin. Maar het was zelfs nog uitgelopen, het bezoek. Mijn opa is daar ook net naar de naal geweest, naar de koningin Wilhelmina daarvoor. Ja. En dan moest hij bij koningin Wilhelmina moest hij komen. En dan werd hij daarvoor bedankt. Ja. En dan later is hij ervoor geredderd. Hè? Ja, in de redder van de huisorde. Hier heb je daar een foto van. Hè? Beetje huisorde. En dat heeft de koningin heeft dat zelf gedaan. Die heeft hij zelf opgespeld. En dat de koningin zelf een ridderorde opstelt, die mag je ouwen. Nee? Als een ander dat doet, een burgemeester of iets dergelijks, als die een ridderorde opspelt, dan moet je teruggeven als je overleden bent. Nee? Je moet terug inleveren. Maar mijn opa, die mocht die toen houden. Ja. Dus die is nog altijd in de familie. Ja, dat is ter aanleiding dat prinses Beatrix toen geboren is. 1939. Dat is van het huwelijk van prinses Beatrix met prins Klaus. Ja, ter ere van de annexatieplannen. Dat is 25 jaar regeringsjubileum. Ja, wel haar minder dan 40 jaar koningin was. Ja. Van prins Willem-Alexander met prinses Maxima. Dus het hele koninklijk gezin staat op tafel.